Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. Ja, het is bijna elke dag raak deze week. En dat heeft natuurlijk ook te maken dat morgen er weer een wedstrijd op de planning staat voor NEC. Dan is Volendam de tegenstander. Uit mogen we weer. Dus we mogen weer een flinke reis gaan maken. En ook wederom op kunstgras. Maar eerst nog maar eens eventjes naar die wedstrijd van afgelopen dinsdagavond. De winst daar en het behalen van de bekerfinale. Het is laat geworden volgens mij voor velen wel. Ik denk dat ik een uurtje of 4:30 sliep. Ik ben rond 2:30 naar bed gegaan. Maar ja, goed, dan wordt die film afgespeeld in je hoofd. En dan, ja, dan blijft het toch wel een speciale avond. Ben je bijgekomen van de feestvreugde? Jawel, jawel. We hebben ervan genoten als elftal. En ik zelf ook. Uiteindelijk waren we gistermiddag hier en dan ga je naar huis. Nou, dan is het even lekker bijkomen en op tijd naar bed. En vandaag weer op tijd op de club. Voorbereiden richting Volendam. En het, denk ik, het echte besef moet ook nog wel een beetje komen op het moment dat je korter bij de bekerfinale bent. Ja, en dan werd er vandaag een beetje licht getraind. Niet echt getraind. Sterker nog, na een half uur was het al afgelopen. En dan kijk ik daar en dan, wie is daar toch zo vermomd? Welke speler heeft zich zo vermomd, wil onherkenbaar zijn? Ja, heb je een idee? 1, 2, 3. Ja, Philip Sandler. Weet je wat bedankt is in het Japans? Nee, maar ze begrepen het Engels en in Nederlands begrijpen ze de blijdschap en het gevoel ook wel. Dus die jongens die weten nu onderhand wel hoe dat gaat, denk ik. Ze voelen zich volgens mij wel op een plek, ondanks de taalbarrière wie er is. Maar het gaat elke week, lijken ze steeds beter te worden. Ja, nee, dat is ook. En dat heeft in eerste instantie te maken met, denk ik, wat jij zegt, dat ze zich thuis voelen. Dat hebben we vanaf het begin af aan geprobeerd en ja, ze hebben ook kwaliteit en uiteindelijk krijgen ze ook vertrouwen, of het nou van mij is, maar ook zeg maar, van de manier van spelen. Ja, dan zie je dat ze, ja, in dit geval ook Kodai speelde eigenlijk voor het eerst vanuit de basis op die plek. Ja, daar had ik gewoon, of heb ik gewoon vertrouwen in en ja, dat heeft hij wel terugbetaald. Ja, Rogier, origato, dat is het Japanse woord voor bedankt. En bedankt, nou, dat heeft hij denk ik ook wel een paar keer gedaan bij keeper Jasper Cillessen. Want die had een hele belangrijke redding, hè, 2 minuten voor tijd. Nou, hij is al veel in de media geweest. We hebben hem ook nog eventjes nu gesproken. Want hoe kijkt hij terug op die redding en op die wedstrijd? Ja, inderdaad. Als die binnenvalt, dan is er nog maar heel weinig tijd. Hij gaf al 5 minuten, dus dan had het kunnen. Ook gezien het spelbeeld was het terecht geweest. Maar ja, goed. Des te lekker dat het niet gebeurt en dan in de verlenging om zo pakken, ja, dat is toch wel fijn. Ja, tuurlijk, het is mooi. Met name mooi voor hem dat hij die hele belangrijke redding pakt op, in één laatste minuut. Omdat ja, opeens is er dan weer een waardering voor Jasper Cillessen alom. Nou, die waardering hebben wij denk ik allemaal altijd gehad. En het is voor hem extra mooi dat dat nu naar buiten komt. En op zo'n belangrijk moment, ja, dan ben je ook een topkeeper, denk ik. Goed, dan maar eens even kijken naar de spelers. Geen Bram Nuiting op het veld, geen Dirk Proper op het veld. Ros traint ook nog apart, dus die zijn er zeker niet bij, toch? Nee, ja, Dirk uiteraard niet, zou ik zeggen. Die herstelt per dag beter. Dus we moeten kijken hoe lang dat gaat duren. Bram viel mee uit de wedstrijd, maar morgen is de kort dag. En ja, moeten we kijken hoe dat volgende week gaat. Hoe zwaar is het voor een keeper om zo snel weer te moeten spelen? Ja, in principe... vooral mentaal zwaar. Fysiek voel ik me goed, ondanks de korte nacht. En die heb ik gisteren al redelijk ingehaald, dus dat valt mee. Alleen morgen moeten we kijken of we fris zijn om 90 minuten lang gas te geven. Want Volendam is toch wel een ploeg die gas wil geven. Nou, hebben jullie dat al een keer gehad met RKC, hè? Zo kort op elkaar. De trainer zei van, we hebben daarvan geleerd. Ja, en volgens mij, een ezel stoot zich nooit 2 keer aan dezelfde steen, zeggen ze dan. Dus wij moeten daar wel scherp voor zijn inderdaad. Je zei, ik heb bij RKC daarvan geleerd. Wat heb je daarvan geleerd? Nou ja, dat ik bij RKC vond dat de juiste energie vanaf het begin er niet was. En als wij dat hebben, daar bedoel ik mee, als we de bal hebben met vrij lopen, maar als we hem niet hebben met druk zetten, ja, dan zijn we moeilijk te kloppen. En als we dat niet hebben, ja, dan was het ook een beetje statisch. Dus ja, daar gaan we morgen wel naar kijken om 2-3 aanpassingen te doen, zodat we in ieder geval met frisse energie aan de start staan. Ga je spelers rust geven? Nou, er zijn wel 1 of 2 jongens die, ja, die wel aan de max zitten vanuit dinsdag. Dus daar gaan we wel naar kijken. En wat ik al zeg net, ja, er zullen wel 2 of 3 veranderingen zijn ten opzichte van dinsdag. Zodat we jongens fris aan de start krijgen en ook fris houden voor de rest van het seizoen.
Goed, hij zal toch een paar kleine wijzigingen gaan doorvoeren voor spelers die aan een max zitten voor deze week. Morgenavond om 8 uur, dan wordt er afgetrapt in Volendam. En daar zijn wij natuurlijk ook weer gewoon live bij. Luister het radioverslag. Mijn collega's zitten daar, onder andere Nick Rokers. Dus je kunt weer inschakelen. En wij zijn er heel snel weer met de nabeschouwing daarvan. En de nieuwe NEC-update natuurlijk weer volgende week. Graag tot dan.